Hartelijk dank voor het feit dat ik hier mag komen spreken vanavond over het thema het verlangen naar God. Het gaat over het verlangen naar God in een postmoderne tijd. Nou, het is misschien wel heel goed om eventjes heel kort te bedenken, postmodern, postmoderne tijd, wat stel ik me er ongeveer bij voor? Men heeft gezegd, postmodern en modern zelf, die hebben gezegd eigenlijk die stromingen in kunst, maar ook literatuur en in de cultuur, die zeggen eigenlijk, het kenmerk daarvan is, er is geen overkoepelende, absolute waarheid meer. En dat is verbonden met absurditeit, ook echt een term. Dus moderniteit, postmoderniteit, uiteindelijk zelfs absurditeit, die zeggen, er is geen overkoepelende, absolute waarheid meer. Er is uiteindelijk ook geen betekenis meer van het leven. Dus de essentie van het leven, die is er niet meer. We hebben geen betekenis. Dus op de keper beschouwd, zegt de huidige maatschappij, en dat is het grootste deel van de maatschappij, die zegt, wij zijn hier, en volgens die stromingen is het ook niet eens bekend hoe we nou precies hier gekomen zijn, maar wij zijn hier nu eenmaal, en wat nou de ethiek is, wat nou eigenlijk goed en fout is, en wat het doel van het leven is, dat weten wij niet. Die moeten we uiteindelijk vanwege de afwezigheid van, hè, zo heet het dan deftig, een transcendente, een alles overstijgende God, vanwege de afwezigheid van die God, moeten wij zelf ontdekken wat nou goed en fout is, wat de betekenis en wat het doel van het leven is. Dat is de sfeer, dat is de atmosfeer die wij inademen. Je kunt zeggen, ja, maar in mijn dorp, in mijn kerk is dat echt niet zo. Nee, maar toch is dat een samenleving. En steeds meer tekenen wijzen erop dat allerlei wetten als een soort fuik steeds meer en steeds nauwer om ons heen gaan sluiten, om ons te doen dwingen, te geloven dat eigenlijk dat de werkelijkheidsvisie is. Dat is toch al niet wat. Als dat toch waar is, wat is dan eigenlijk ethiek? Wat zijn dan de normen van goed en fout? Nou, dan krijg je hele andere wetten. Niet meer de wetten van God, maar bijvoorbeeld de wet van de productiviteit. De wet van wat genot is. Dat gaat uiteindelijk bepalen wat goed en fout is. Wat de meerderheid wil en wat ons gevoel zegt. Nou, gaat het nou helemaal aan ons voorbij? Gaat het nou helemaal aan ons voorbij? Dat waar ik me goed bij voel, ik ook heel snel geneigd ben te denken, nou, dat is goed. En ik denk dat God het ook wel begrijpt. Wie is daar niet mee geïnfecteerd op de een of andere verborgen manier? In plaats van onvoorwaardelijk buigen voor het woord van God. De Heer Jezus volgen. Het lam volgen waar het ook heen gaat. Het kan heel snel. Dat kan je zomaar te pakken hebben. We hebben Psalm 63 gelezen. En David die zegt, ik verlang naar God. In die woestijn en Gedi of Juda. Hij verlangt naar God en misschien inderdaad aan de hand van de handlangers van Saul in 1 Samuel 22 bijvoorbeeld, wordt hij opgejaagd. Nou, hij heeft dorst. Sterke dorst daar in die woestijn. Hij is angstig. Maar wat zegt hij te midden van al die angsten? O God, u bent mijn God. En ik zoek u, 's morgens vroeg al. En mijn ziel verlangt naar u. Nou, dan vragen we ons even af, waar verlangt David nou precies naar? Als hij zegt, ik verlang naar God. Ja, zeg je, hij verlangt naar God. Maar waarom verlangt hij nou naar God? Wat is er dan in God waar hij naar verlangt? Als ik aan iemand van jullie zou vragen, herken je dat, hè? Verlangen naar God. Nou ja, ik hoop dat dan toch wel heel veel zullen zeggen, ja zeker. Maar als ik dan zou vragen, waar verlang je dan precies naar? En als je God niet ervaart, wat ervaar je dan precies niet? Het is belangrijk om dat je dat af te vragen. Omdat als het ware dat verlangen naar God, of die blijdschap in God, nou eens een beetje te ontleden, waarom ben ik er eigenlijk blij in God? Wat is er in Gods wezen, in Gods karakter, wat me dan blij maakt? En waar ik dus naar verlang? Is dat bijvoorbeeld een verlangen naar God? Als een soort heimwee naar God? Omdat je die blijdschap in God, of hè, die vrede, zoals Paulus zegt, die alle verstanden boven gaat, die liefde van God, Romeinen 5, de hoop beschaamt niet, zegt Paulus, want die liefde Gods is in onze harten uitgestort. Nou ja, daar zul je toch ook wel wat bij voelen. Zeker, zeker. Maar is dat een soort verlangen naar God vanwege heimwee, omdat je dat wel eens gehad hebt, maar het nu weg is? Of is het een soort verlangen naar God omdat je denkt, deze wereld heeft mij innerlijk zo kapot gemaakt,
en zo leeggezogen. Dat ik niets meer kan vinden in het leven wat mij nog echte blijdschap geeft. Echte vrede. Echte rust. En dat je daardoor denkt, ik moet God hebben. Ik ga naar God verlangen. Dat kan vanwege die twee redenen dus. Dus heimwee, omdat je het wel eens gehad hebt. Maar ook verlangen, omdat je door deze wereld uiteindelijk zo teleurgesteld bent. Beschadigd bent. En dat je eigen zonden je een dusdanig schuldgevoel geven, dat je inziet, niks helpt hier meer. Maar als het waar is wat in de Bijbel staat, dan heb ik God nodig. Dan heb ik de Heer Jezus nodig. Nou, dat verlangen naar God. En wat zei David, daar hebben we ook van gezongen. In de schaduw van de vleugels van God vrolijk zingen. Psalm 57 staat ook zoiets. Ik neem mijn toevlucht in de schaduw van uw vleugelen. Psalm 91 zegt dat ook. En de Heer Jezus zelf. Matthäus 23. En dan uitgerekend in dat hoofdstuk, wat een heel WU hoofdstuk is over alle fariseeën en schriftgeleerden die tegen Jezus waren. En wat zegt de Heer Jezus? O Jeruzalem, hoe menigmaal, hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar, bijeen willen vergaderen. Nota bene, zoals zo'n moederkip haar kuikens. Onder die vleugels. Dat zegt de Heer Jezus. En dan heeft hij tegen die mensen, van wie hij moest zeggen, maar jullie hebben het niet gewild. Maar toch was daar dus een brandend hart bij de Heer Jezus om die mensen als het ware onder zijn vleugelen van barmhartigheid te vergaderen. En ze te beschermen. En ze uiteindelijk daardoor te vergeven. Verlangen naar God. Nou, dat is een goede vraag. Verlang je naar God? Als je nou zou moeten zeggen, verlangen naar God. Ja, ik verlang wel eens naar God. Maar om dan te zeggen, heel mijn leven staat in het teken van verlangen naar God. Dat kan ik dan ook weer niet zeggen. Hoe zou dat komen? Ja, zeg je, je kunt niet altijd vol zijn van God. Je hebt ook gewoon je werk, je hebt ook gewoon je plek in de maatschappij. Je kunt toch ook niet de hele dag met God bezig zijn? Je moet eten, drinken, slapen, werken, studeren en wat niet al. Je moet toch ook gewoon normaal hier op aarde leven, met je voeten op de grond, realistisch zijn, nuchter. Toch, zegt Paulus, als je dan met de Heer Jezus Christus bent opgewekt, dan moet je bedenken de dingen die boven zijn. Bedenken de dingen die boven zijn. Dus dat je tijd, dat je energie, dat je je hart geeft en zet op het bedenken van de dingen die van God zijn. Wie haat dat? Satan. Satan haat het als hij kinderen van God of mensen die God zoeken, als hij die mensen bezig ziet om zich als het ware in dat verlangen naar God te voeden. Dus wat zal hij proberen? Dat verlangen te verstikken. Nou, dan wil ik eens even een paar dingen zeggen. We hebben het over die tijd, over die moderne en over die postmoderne tijd. Over mensen die God zoeken. Een wiskundige, Pascal, die heeft vroeger gezegd, je hebt eigenlijk maar twee soorten mensen. Mensen die God kennen en daarom met heel hun hart God dienen. En zegt hij, mensen die God niet kennen en daarom met heel hun hart God zoeken. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ken God niet en ik zoek hem ook niet. Maar op de een of andere manier ben ik toch hier verzeild geraakt. Zou je dan toch God kunnen vinden? Ja, want God kan jou vinden. Is ook wat. Als je God niet zoekt, kan hij jou toch vinden. En hij doet het graag op die plekken waar het woord, de Bijbel, open gaat en waar het woord verkondigd wordt. En waar tot zijn eer wordt gezongen. Daar wil God graag wezen. Is wat. Wat een genade. Dat als je God niet zoekt, dat hij jou kan zoeken en dat hij dat wil. Maar als de duivel nou haat dat je dat verlangen naar God in stand houdt en voedt. Maar als hij dat nou haat, wat zal hij dan bijvoorbeeld proberen om dat verlangen te verstikken? Nou, dan hebben we het eens eventjes over die moderne tijd. Dan wil ik gewoon eens eventjes een paar dingen noemen. Hè? Ik moet zuinig zijn op de tijd, begrijp ik. Ja, ik wil eens een paar dingen noemen. In die postmoderne tijd, het relativisme, dat zegt eigenlijk wat ik al een beetje gezegd heb vanuit die moderniteit en de postmoderniteit, die overkoepelende waarheid, die bestaat niet. Dat is waar wat jij zelf als waar ervaart.
is een soort subjectieve waarheid. Wat jij waar vindt en wat voor jou waar is en wat voor jou belangrijk is, wat voor jou relevant is, nou, dat is waar, dat is jouw waarheid. Maar die waarheid, die absolute waarheid, ja, die bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen waarheid. En dat is de geest, de kleine g, de geest met de kleine g, dat is de geest van de tijd die steeds meer ons denken infecteert. Maar alleen het woord van God, alleen wat Jezus zegt en dat universeel geldt voor iedereen, nee. En altijd, nee. Het lam volgen waar het ook heen gaat, dat is wat. Het lam volgen waar het ook heen gaat. Jezus volgen, Jezus prijzen. Als het allemaal gewoon ongeveer gaat zoals ik had gedacht en gewild, geen probleem. Maar het maakt wel duidelijk een indruk. Maar vasthouden aan het woord van God en Jezus volgen, al zou het alles kosten, zelfs je leven. Kijk, dat maakt het verschil. En toen Job zei, ik begrijp niks meer van God. Als het gaat om die subjectieve waarheid, ik voel ook niks meer van God. Het enige wat ik voel is dat hij tegen mij is. Zegt Job toch. En ik weet, ik voel niet, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Als het gaat om die, dat relativeren, dat strekt zich uit op alle terreinen. Wat is waarheid, wat voor mij waarheid is? Dat gaat over identiteit, dat gaat over gender, dat gaat over alles. Het gaat over relaties. Wat ik fijn vind, wat ik als mijn identiteit voel, dat is de waarheid. God zegt nee. Nee. Mijn woord is de waarheid. Nou, waar ervaren wij nou strijd waar dat haaks op elkaar staat? Maar dan zegt God, alles wat je nodig hebt, echt. Alles wat je nodig hebt, al zou het moeten zijn dat je je leven erover had. Alles wat je nodig hebt om het lam te volgen, openbaringen, waar het ook heen gaat, dat is voorhanden. Dat wil ik geven. Om niet. Mild, overvloedig, rijk, niet verwijtend. Als iemand van uw wijsheid ontbreekt, begeer het van God die in ieder mild geeft. En niet verwijt. Nog zo'n pijl. Paulus spreekt over die pijlen, vurige pijlen zoals van de boze. Nog zo'n pijl is de pijl van immoraliteit. Het kwaad wat om ons heen gonst. Wat je overal kunt vinden. Ja, natuurlijk ook in je eigen hart. Maar ook dat alles wat van buitenaf als het ware ons probeert te infecteren. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Jacobus zegt jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Je dus niet laten beïnvloeden door al die stemmen om je heen die zeggen, ah kom, niet overdrijven, niet al te moeilijk doen. En dat begrijpt God ook wel. Een beetje het compromis. Wat nou net precies uitkomt op die punten waarbij God juist zegt, nee, volg mij. Moeilijk. Immoraliteit, ongerechtigheid. Als het gaat om films kijken, er zijn veel films, hè? Ontzagwekkend veel films zijn er. Dan zou je zeggen, mag je films kijken? Nou, je zeggen, als je nou deze vuistdelen voor jezelf hanteert. Ik wil evenveel tijd besteden aan films kijken als aan bijbellezen en gebed. Krijg je het dan heel zwaar? Zeg je dan bij jezelf, nou, dat wordt 10 uur bidden en lezen per week. 10 uur, dat houdt toch niet vol? 10 uur per week. Maar een film, 1 uur, 2 uur, 3 uur, het soeft weg. Is wat. Maar heel veel dingen in die films, die infecteren ons. En van binnen kun je ook denken, ja, oh, dat was niet goed. Oei, dat had niet gezegd mogen worden. En dat maakt wel van alles helemaal los. Maar nou ja, ach, vooruit, mooi, spannend, vermaak, vertier. Even ontspannen. Maar het gaat maar door natuurlijk. En de duivel die weet dat gewenning een ontzaglijke, machtige, effectieve, giftige pijl is. Dus hoe meer je blootstelt aan alles wat immoraliteit ademt, hoe meer die op voorhand wint. Een derde, de informatie. Ik zou haast zeggen, het woord bestaat niet, maar internationaliteit heb. Ik zou zeggen internationaliteit, hè? Ja, zeg je maar, internet is geweldig. Ja, het is ongelooflijk wat wij daarmee kunnen.
Het is fantastisch in één opzicht. In het andere opzicht, er zijn zo ontzettend veel nieuwsprikkels die op je afkomen en wat je zou kunnen onderzoeken. Dat je zo sterk moet zijn en innerlijk gedisciplineerd om te denken, en verder geef ik er geen tijd aan, want die Bijbel die roept en die schreeuwt bijna, lees mij, lees mij. Ik heb gehoord, ik heb het even omgerekend, in 1 minuut wordt er 400 uur aan nieuw filmmateriaal op YouTube gezet. Ik heb het even uitgerekend, dat betekent in 1 dag 65 jaar aan filmpjes. Dus als je alle nieuwe filmpjes van internet van 2 dagen zou willen bekijken, beleef je niet eens, dus 130 jaar. Dus omdat er zo ontzaglijk veel informatie op ons afkomt en opnieuw steeds beschikbaar is, ja, is er een onophoudelijke honger in ons natuurlijk om te kijken en te zien en te weten wat er te weten en te kijken en te zien is. Hij zegt, is het dan zo erg? Is het dan zo erg? Weet je wat om gaat? Dat je voor jezelf weet en dat je voor jezelf beseft in hoeverre infecteert het mij en houdt het mij bij God vandaan en verstikt het misschien wel mijn honger naar God. Een pijl, nog een pijl, een hele giftige pijl van zinloosheid. Dat meisje is gestorven. Hè? Die heeft zichzelf uiteindelijk eigenlijk van het leven beroofd door niet meer te eten en te drinken. Verschrikkelijke dingen met dat meisje gebeurd. Het gaat over heel de wereld op het ogenblik. De pijl van zinloosheid, niet meer willen leven. Want zegt de postmodernisme, want uiteindelijk is het leven ook zinloos. Want wij komen nergens vandaan. Wij zijn een product van miljoenen jaren, voor mij per miljarden. En uiteindelijk zijn we dan hier terechtgekomen. Ja, hoe we verder evolueren weten we niet, maar in ieder geval, dat was het. 60, 80, 100 jaar misschien. Misschien over de hele tijd 150 jaar kunnen we worden. Wie zal het zeggen? Maar dat was het. Er is geen zin, er is geen doel. Nou, dat is even geestdodend. Dat is verschrikkelijk. En als je dan met vreselijke schuldgevoelens zit of een verschrikkelijke angst, waar moet je dan heen? Waar moet je dan heen? Wie kan je echt helpen als niemand je meer helpen kan? Jezus. Jezus. Ja, zeg maar, als je nou... Nee, bij Jezus zijn geen hopeloze gevallen. Al zouden alle therapeuten van de hele wereld zeggen, aan jou is niks meer te doen. Jezus is almachtig. Voor hem is niets te wonderlijk. Is wat. Maar hoeveel mensen heeft het duivel in dat web uiteindelijk gevangen gekregen? Waar doe ik alles voor? Ik moet heel vaak denken aan die teksten uit Deuteronomium 4. Als de duivel de Bijbel citeert, doet hij altijd de verkeerde tekst op het verkeerde moment. Ik heb het wel vaker gezegd, in Deuteronomium 4 staat, want de Heere onze God is een verterend vuur en de Heere onze God is een barmhartig God. Nou zegt de duivel, als je wilt gaan zondigen, doe maar. Want staat toch zelf in de Bijbel, God is barmhartig. Heb je gezondigd? Zegt de duivel, voor jou is geen vergeving. Want er staat in de Bijbel, God is een verterend vuur. God haat jou en zal je voor eeuwig weg willen hebben. Wat staat in de Bijbel, hij is een verterend vuur. Is dat waar? Staat het allebei in de Bijbel? Ja, in Deuteronomium 4. Maar wanneer staat het er? Hoe staat het er? Nou, zo dat als het volk zou willen gaan zondigen, van God afgaan, dan zegt God, niet doen. Want ik ben een verterend vuur, ik toorn over de zonde. Hij wil je dus bewaren. Heb je gezondigd, zou het volk van hem afkeren en uiteindelijk zal het door de ballingschap heen weer terugkeren. Dan heeft hij gezegd, als jullie terugkeren met berouw, dan zal ik jullie vergeven. Zal ik jullie weer aannemen, want ik ben een barmhartig God. Dat is wat. Ons brein, ons denken over God en over het hiernamaals. Ook, dat is eigenlijk een hele zoete, giftige pijl. Hè? De duivel die zegt als het ware, kijk, mensen geloven of nergens in, en als er iets hierna is, dan is het goed. Ik heb me in Hoorn soms verbaasd, en dat kan natuurlijk gewoon doorgaan in Harskamp, maar ik heb in Hoorn soms verbaasd dat mensen van wie ik toch wel heel duidelijk wist, die hebben verder helemaal niks met God en geloof. Die spraken uiteindelijk over een overledene. En dan zeiden ze over die overledene, nou, zij kijkt nu fijn toe hoe wij het hier hebben. Zij zal daarboven wel een feestje houden. En heel blij zijn hoe wij het hier hebben. Dan denk je, hoe bedoel je hierboven? Wat is hierboven?
Wat is hierna? Hierna is toch niks? Ik sprak nog een keer een vrouwelijke predikant. En die zei, ja, we hadden een lezing gehoord. Het was een predikantenwerkgemeenschap. En het ging over Nietzsche. Nou, jullie kennen misschien die spreuk van Loesje. Nietzsche zegt, God is dood. God zegt, Nietzsche is dood. Nou hadden we een lezing gehoord over die Nietzsche. En nou, ik was gewoon wel onder de indruk. Ik wist ook wel wat van Nietzsche. Maar ik zei daarna tegen de collega, ik zeg, is er wat, hè? Ja, zeker wat, zegt ze. Maar als je toch zo moet leven? Toen keek ze een beetje aan zo van, ja, maar zo is het toch ook? Ik zeg, wat? Meen je dat? Ja, hierna is gewoon niks. Nou, toen dacht ik bij mezelf, zeg je dat ook op de preekstoel tegen mensen? Als je preekt, als mensen dan moedeloos zijn, die zeggen, ja, ach, hierna is verder niks meer. Als dan hier niks meer is, ja, dat is ook jammer. Dan is het uiteindelijk pech. Wat is er verschrikkelijk? Van de preekstoel af, dat verkondigt? Of wordt het dan stiekem verzwegen? Omdat het dan misschien wat minder kerkgangers trekt? Is ook wat. Dat ons brein, dat in ons hoofd, dan onophoudelijk ook pijlen worden afgeschoten op ons hoofd, op ons denken over God. En als hij al bestaat, en als hij dan bestaat, dan moet hij zo zijn zoals wij willen. Jullie kennen misschien dat verschrikkelijke boek van Neil Donald Walsh, Een ongewoon gesprek met God. Die man die heeft een heel boek geschreven. Maar was een bestseller in New York. En waarom? Waarom? Omdat hij allemaal dingen schreef over God. Heel veel bijbelteksten erbij gehaald. Maar het was een godsbeeld wat geconstrueerd was naar zijn eigen idee. En dat vonden de mensen geweldig. Geen oordeel meer. Nee, want je moet niet oordelen. Alleen liefde. Geen hel meer. Nee, echt. Want zo is God niet. Dat kan niet. Want als God liefde is, dan volgens wie? Volgens mijn maatstaven. Zie, dus ons denken over de werkelijkheid en in ons denken over God valt de duivel ons onophoudelijk aan. Nog zoiets, dat is de naïviteit, grote naïviteit. Dat we denken, ach, we kunnen eigenlijk geestelijk gezien wel ongewapend over deze wereld. Want wij zijn zelf wel sterk en assertief genoeg en intellectueel genoeg om te weten en te beseffen wat je wel en wat je niet moet doen. En allerlei, ja, waar sommige christenen dan van zeggen, paranormale en occulte dingen, niet zo overdreven. En allerlei muziekstijlen, dat het allemaal niet goed zou zijn. Niet overdrijven, dat valt allemaal reusachtig mee. Echt. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Iemand zei een keer, als de duivel als het ware een soort nieuwe rage, een soort nieuw gif over de mensheid wil uitstorten, dan gebruikt hij eigenlijk altijd Hollywood. Dan gebruikt hij altijd popsterren en filmsterren. Want hij weet, die hebben zo'n ontzaglijk groot bereik, groter dan iedereen. Dus als hij via liedjes breiden kan infecteren, zal hij het zo doen. Of via games. Nou, wat is hier nou het allerbeste tegengif voor? Nou, ik wil u heel kort even iets laten zien en laten wat vertellen over wat hier nou het beste tegen is. En dat is Efeze 6. Misschien kan ik even op het scherm. Ja. Nou, die eerste versen, daarin zegt Paulus dus dat wij in deze strijd moeten staan. Staande blijvend, omdat wij de strijd niet hebben tegen gewoon mensen, vlees en bloed. Maar tegen die overheden, tegen die machten, die boosheden in de lucht. Die zie je zo niet eens. Heb je weer zoiets, zou je kunnen onderschatten. Maar Paulus weet dat het niet te onderschatten is, want het is een werkelijkheid. Nou, bij al die dingen die ik nou genoemd heb, en dan zullen we eens even langs gaan. Even de onderdelen van de wapenrusting. Even het volgende vers misschien. Ja. Dus neem dan de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou, als je daarnaar kijkt, hè, wat Paulus daarover zegt, dan zegt hij, als het gaat om die relatieve waarheid, nee, zegt hij, de gordel om van de waarheid. Want er is wel een absolute waarheid. Vlucht naar de Heer Jezus toe en zegt, in u is de waarheid. Hele oude vraag al, Paulus of Pilatus, die zegt tegen Jezus, quid est veritas, wat is waarheid? Jezus zegt, ik ben gekomen om getuigenis te geven van de waarheid. Wat is waarheid? Wie kan dat weten? Jezus, hij stond voor hem, de waarheid. Waarheid. Tegen al die immoraliteit zegt Paulus het borstwapen aan hem. Van de gerechtigheid. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Nee,
Je eigen schuld compenseren met goede daden helpt niet. Relativeren, en anders nog veel slechter, helpt ook niet. Negeren helpt ook niet. De gerechtigheid van de Heer Jezus helpt alleen. Dus hoe schuldig je ook voelt en bent, de Heer Jezus zegt, kom naar mij. Mag ik je het borstwapen van de gerechtigheid aanreiken? Ja, maar ik weet het, zegt de Heer Jezus. Ik weet alles. Ik weet zelfs die zonden waar jij niet eens besef van hebt. Heer, alsjeblieft, mag ik je mijn gerechtigheid aanreiken? Tegen al het nieuws wat in deze wereld verspreid wordt, wat ons hoofd en ons hart zo kan bezetten en waar we onophoudelijk honger en dorst naar hebben, zegt Paulus, weet je wat je moet doen? De schoenen aan van de bereidheid van het goede nieuws. Evangelion, evangelie. Dus die onophoudelijke stroom van nieuws en nieuwtjes en wat we allemaal zouden willen kunnen bekijken en willen bekijken. Zegt Paulus, het evangelie. Het evangelie de wereld indragen. Bereid zijn om te getuigen. We hebben gezongen over dat getuigen. Getuigen, het woord voor getuigen is martyrion in het Grieks. Nou, daar komt ons woord martelaar vandaan. Getuigen is vooral dat en daar waar men het niet wil horen. Maar waar het wel nodig is. En waar het voor jezelf vaak het moeilijkst is. De schoenen aan van de bereidheid van de evangelie van de vrede. En, zegt hij, boven alles aangenomen hebben het schild van het geloof. Dus dat schild van het geloof, dat zegt het al. Je kunt niet ongewapend die wereld in. Onophoudelijk is die duivel bezig om ons te beschieten. Niet met gewone pijlen, vurige. Met brandende pijlen zelfs. Het schild van het geloof. Dus wat er ook op je afkomt. Ik klamp mij aan u vast, hè, zei David. Hè? Prachtige uitdrukking. Of ik kleef u achteraan, zegt de oorspronkelijke oude vertaling. Ik kleef u achteraan, overal achteraan waar de Heer Jezus hem aankleven. Nou, dat. Zich aan hem vastklampen. Het schild heffen. Dus je hebt vrede met God. Er is blijdschap. En opeens komt er een gedachte in je, over je. Haalt alle vrede weg. Wordt boos, opstandig. Een beetje allemaal zondige fantasieën. Wat moet je dan doen? Nou, ik zou zeggen, zeg het maar gewoon hardop. Heer Jezus, ik hef het schild. U ziet wat voor een pijl er op me afkomt. Help mij. En de dingen bedenken die hij gezegd heeft. En wegkruipen achter dat schild van het geloof. En als het gaat om dat denken, dat wij zo geïnfecteerd worden in ons hoofd, in ons denken, allerlei eigen gekozen gedachten over die namaals, die niet gefundeerd zijn op de Bijbel, de helm op. De helm van de zaligheid, van het behouden. De hemelse zaligheid. Denken over het hiernamaals zoals God gezegd heeft. Openbaringen. De evangelie. Wat hij daar gezegd heeft. Ja, allebei. Niemand sprak zo ernstig over de hel als de Heer Jezus. Maar daarom natuurlijk, opdat hij ons ervoor zou bewaren. Met die reden. En het zwaard van de geest, want het is een strijd. Het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Het welk is Gods woord. Je kunt onmogelijk de strijd in zonder het zwaard. Jim Elliot, die zendeling onder de Auken Indianen, die studeerde op Wheaton College in Amerika. En misschien heb je het wel eens gehoord. En die ging elke dag en heel vaak juist elke morgen al met God in gesprek, omdat hij het woord van God las. Hè. Alles van dat woord. Kijk, die Bijbel-apps, die verslaat ze miljoenen. Is op zich niet verkeerd. Maar erbij, ernaast, niet in plaats van. Niet in plaats van zelf. Die hele Bijbel doorlezen. Uit eerbied voor die almachtige God die heel dat woord gegeven heeft. Van 66 Bijbelboeken, 1189 hoofdstukken. Ja, ook de kleine profeten. Ook Leviticus en Numeri. Alles. Het getuigt van grove brutaliteit. Dat als je zou zeggen tegen God, als je zou zeggen je hebt hem lief. Ja, ik heb uw brief een beetje gelezen. En ik lees er af en toe nog wel eens steeds een beetje in. Ik zoek altijd wat ik mooi vind. Wat? Lees je er niet mijn hele woord? Dit kan toch niet?
En die John, of die Jim Elliot, die las en dan had hij 's morgens iets gelezen. En dan nam hij er één vers uit. En dan ging hij, als hij moest eten tussen de middag, dan ging hij bij zijn medestudenten zitten. En dan zei hij, what's your verse today? Wat is jouw vers vandaag? Kijk ze een beetje aan van, wat zeg je? Wat is jouw vers voor vandaag? Je hebt er vanmorgen ook gelezen. Dan heb je toch één bepaald vers uitgehaald waarvan je dacht, daar wil ik de hele dag over nadenken. Nou, toen keken ze een beetje aan, ze van, ach, wat heb je Jim weer? Is een beetje overgeestelijk, altijd met die Bijbel bezig. Wil ze naar de Auken-Indianen, naar de kannibalen, ben je dan wel helemaal goed? Ja, je moest eens weten hoe goed hij was. Hoe goed bij zijn verstand. Hij had ook niet gedacht dat hij niet zou overleven. Maar hij had zijn leven al verloren aan de Heer Jezus. En wat een Bijbelliefhebber zal het geweest zijn. Nee, niet om fariseërs te kweken, maar omdat het woord van God ons aangereikt wordt om alles wat wij nodig hebben om met hem te leven en met hem te sterven, staat in dat ene woord. Nooit, nooit, nooit krijgt iemand spijt op zijn sterfbed dat hij zou zeggen, ik heb te veel Bijbel gelezen. Ik heb een mooi leven gehad en een goed leven, maar ik heb wat te veel gebeden. Ik had mijn tijd beter kunnen besteden. Nooit. Nooit. In het leven met God, in het horen van zijn stem, in het zoeken van zijn aangezicht, wil hij liefde doen ervaren. Nou, dan sluit ik mee af. Jeremia 3, Lucas 15. Hoe wil God nou dat verlangen geven en levend houden? Door ons te doen zien en geloven dat hij is zoals hij van zichzelf gezegd heeft. Hij lokt ons met zijn eigen wezen. Hoe eindigt de gelijkenis van de verloren zoon? Zo. Jongen, kom nou ook op dat feest. Hij was verloren, hij is gevonden. Jongen, je broer was dood, hij is weer levend geworden. Maar die zoon, die oudste, die was zo trots, die wilde niet. En die vader, kom nou. Zo eindigt de gelijkenis. Het eindigt niet met, en de oudste zoon ging weg. En ze, nee. Het eindigt met het gesprek en het eindigt open. Het eindigt met die, als het ware, met die twee open armen van die vader. Kom nou. Dat is Jesaja 65. Ik heb de ganse dag mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig, rebels, goddeloos, brutaal volk. Zegt hij, kijk, zo sta ik voor mijn volk, Israël. Dan zijn ze nog zo rebels, zo wederstrevig, zo ongehoor. Zo is God. Jeremia 3, de Heer zegt, kom, keer terug. Keer terug, want ik zal mijn toorn op u niet doen vallen als ze met berouw van zonde terugkwamen. Want, zegt hij, ik ben goede tieren. Met andere woorden, jullie denken, nee, niet terug naar God. Want oh, wat zal hij doen met ons? Nee, maar ik ben goede tieren, ik ben de God van de verbondsliefde. Ja, dat is zo. Ja, als je nou zou blijven doorleven en die liefde zou versmaden, ja, dan is het waar wat in Hebreeën staat. Als je dan zo zou moeten sterven, dan is het echt vreselijk inderdaad om te vallen in de handen van de levende God. Want alles wat God zegt over zijn toorn is ook waar. Eeuwig waar. Maar omdat dat zo is, zegt hij, kom dan naar mij. Kom dan naar mij, zegt hij. En laat dat verlangen nou levend worden. En veracht hem niet. Wees niet als die bruid van Hooglied 5, als de bruidegom roept en klopt. Ach, geen tijd, ik ben moe, geen zin. Moet ik opstaan? Nee, laat die bruidegom nog niet voor niks kloppen. Hij wil zoveel geven in de ontmoeting met hem, dat je altijd moet zeggen, Heere, vergeef mij. Een vriend van mij, die kwam tot bekering. Had een hele leven geleefd. Aan de ene kant netjes, aan de andere kant helemaal niet netjes. Dubbel leven, kwam tot bekering. Kwam die vrede van God in zijn hart. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zegt, toen ik dat beleefde, zegt hij, toen zei ik tegen mezelf, heb ik me hier tegen verzet? Ja, precies. Als je ziet, als je proeft, hè, smaakt en ziet, als je proeft wat God wil geven in de omgang met hem, vrede die alle verstand erboven gaat, dan zeg je, Heere, hoe is het mogelijk dat ik tegen zulke liefde inleef? Daarom, schuil onder zijn vleugelen, graaf in het woord en hef het schild om in deze, ja, postmoderne tijd toch staande te blijven. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Wij gaan zingen, als ik het goed had, Psalm 63. Klopt dat?